Yo guys, Glitch hier en welkom bij de allereerste aflevering van Minecart. Nu, voordat ik aan deze serie ga beginnen, of voordat ik effectief de beelden ga laten zien, wil ik even zeggen dat ik super hype ben om deze serie te starten. Bedankt aan iedereen die heeft meegedaan. Het was echt lit, de serie wordt lit, dus kijk ook zeker naar de andere perspectieven. Want dat is gewoon het doel. Een grote samenwerking tussen kleine YouTubers en gewoon fucking veel plezier hebben. Het probleem is met mijn opname wel dat er af en toe echo is van mijn teammate van Atlantia. Ik ga het er zoveel mogelijk proberen uiterten. Soms zult je het nog horen. Dat is al een disclaimer. Maar ik zou gewoon zeggen, probeer er steeds van te genieten. Het is normaal gezien nog wel doenbaar. En geniet van de video, geniet van de serie. Het gaat fucking nice hoor. Het is yes! Doei. Yo guys, Letje hier, met vandaag een nieuwe video. En vandaag is een speciale video, want vandaag is het Minecart UHC seizoen 1. Vandaag zitten we hier dus in Minecart UHC seizoen 1. Wat is Minecart UHC seizoen 1? Het houdt in, Minecart is gewoon een fancy naam. Van... fancy naam. Ultra hardcore wil zeggen is eigenlijk, het is eigenlijk een gewone survival. Nu, als je een hartje kwijtraakt, dan komt dat niet meer bij. Dit is eigenlijk een golden apple eet of een potion of... held. Voor de rest, er is ook een border, die wordt kleiner en kleiner. Maar ik kan nu natuurlijk de teams voorstellen, want ja, ik kan dit niet alleen doen. Dus boys, gaan maar eventjes op jullie kleur staan. Oké, team rood, aka team I'll Tickle Your Tummy Clan, bestaat uit Ondra en Sura. Stel jullie even voor. Actie. Actie. Heb ik iets voor te stellen dan? Ja, ik ben Arno. Maar ik upload niet op Ondra, het komt op Starnet Gaming. Oké, tof intro. Sura, jij bent aan de beurt, jonge vriend. Ja, de enige Hollander in deze game. Leuk. Hey! Boe! Okay. Dat wordt een win. Oké, dat het. Wilt je nog iets zeggen? Of zeg maar. Nou, ik ben Sura, ofwel Paddy, heel leuk. Mij kan je ook heel makkelijk vinden op YouTube met Sura. Net zoals de naam van mijn naam hierboven ergens. Ik zie het zelf niet, maar jullie waarschijnlijk wel. Upload vooral Nintendo content. Super, super. Daar kunnen mensen iets van leren. Hè? Team Gewoon Blauw bestaat uit Belgian Ranger, die vorig jaar meedeed als Belgian Ranger, dit jaar als Cripple TV, de Twitch streamer. En Totaal Jarne, stel jullie eventjes Hallo. Voor. Ja, ik ben dus Jarne. Ja, one om de beurt. Ik ben Jarne en ik upload best wel vaak op YouTube. Oké, mooi. En Emiel, zeg mij iets. Ik ben een bange Twitch streamer. Help. In offset? Natuurlijk. Team Paars. Team Simon. Team Simon. Let's go! Is Atlantia King. Of a.k.a. Atlantia Games van vorig seizoen. Of ja, van Belgium Hype. En natuurlijk ik. Ik ben gay. Dus ik heb purple gekozen. Oké, de volgende is Team Pak Iets Idioots. Woehoe. Van Gaming Teenager en... Aronski, als ik het maar al vergeten. Ik ben Gaming Teenager, a.k.a. Lucas, en abonneer op Gaming Teenager. Oké. Okay. Aronski, stel je voor. Ik ben Aronski, a.k.a. Aaron, a.k.a. De Moorn. Ik heb vandaag een tuin uit. Ik zie het aan de skin dat je De Moorn zet. Ik ben De Moorn. De volgende is Team Quantum Jam, een effectief creatieve naam. Ja, okay, ik moet zelf niet veel zeggen. Ja, in tegenstelling tot alle andere namen. Dus je wilt zeggen dat I'll Tickle Your Tummy Clan niet creatief is? Dit zijn Ik Ben Jarren en dit zijn de question marks. Yo, what up? Ik ben Jarren uit het prachtige Antwerpen. Hallo. Dit is de question markies. Yes, ja, ik ben Gianni en ik heb eigenlijk gehad met Leen. Ja, ja. first time voor degene. Die dachten dat alle teams waren. Nah. Not all of them is hier. Dus ja, boys, reveal jullie zelf maar. Extra team! Oh, big reveal! Dus dit is team Jobster Army, het geheime team waar niemand iets van wist. Stel u eventjes voor. I'm Jobster from Jobster Movies. En hier is mijn compagnon, Jornola. Van de Jobster Movies Army. Oké. Mooi. Nu is iedereen is voorgesteld. Dus de bedoeling is dat iedereen op startposities gaat. Dus gaan we op jullie eilandje. Dag jongens.
Tot wanneer ik ben gewonnen. Nee. Oké, nee, maar het is de bedoeling dus dat nu iedereen even in zijn eigen Discord call gaat. Dit is perfect. Wat zijn de coördinaten? Oké, tegen de board. Wacht, ik heb een Crafting Crafty table gemaakt. Ik kan een Crafting. Nee, ik. Oké. Ik ga even de pickaxe maken. Ja. Zo ver van de board zitten we, van de midden zitten we niet, hè? Oké. We gaan het winnen. Ik ga proberen. Nee. Wacht. We hebben hier een ravine, dus het zou stom zijn om naar beneden te gaan. Trouwens, kijkers, welkom bij deze mooie nieuwe aflevering. Ah, oh, dat is nog wel. Wat hebben we hier nog in de buurt? Hebben we een snowball? Geen idee. Dat is gewoon een mountain gebied, hè? Dat is gewoon een mountain gebied. Ja, dat is een mountain gebied, ja. En daar is een gewoon tiger. Oké, wacht. Ik ga iron pickaxe maken, dan kunnen we... Oh my god. Ik ga meer hout verzamelen. Oh my fucking god. Are you kidding me? Wat gebeurt? Kijk hoeveel held ik al ben verloren. Oh, kerel. Oké, dus ja. Maar dat komt omdat je mij had geduwd. Wat? Ja, je had mij geduwd, gast. Wanneer dan? De net. Oké. Nee, wacht. Ik ga er niet tegelijk op. Dat is heel belangrijk. Ik had er niks aan te zeggen. Fuck! Besef, een beetje Hypixel Yuichi, hè? Ja. Had ik het meeste held. Ja, van zelfs, van heel die 100 man zelfs, hè. Ja, nu ben ik als... Fuck, echt nummer 12. Ah, maar ja, nu durf ik eigenlijk niet zo goed naar beneden te gaan, om eerlijk te zijn. Moet ik eerst gaan anders? Ja. Maar ik heb al zo'n pickaxe. Wacht, nee. Ga terug! Oké, wacht, maar we moeten legit wel in gear komen, zo. Ja. Fucking hell! Ik ben 0,4 hartjes kwijt. Wat voor een rip is dit? Gaming Teenager is ook al een hartje kwijt. Ja, rot op dat ik dat ga proberen. Ik ga dat doen. Oh, nee, niet doen. Niet doen. Ik zou dat echt niet doen. Maar dat water lukt hier makkelijk. Ik ga eerst... Wacht. Ik ga heel veel sticks maken en ik ga... Ga jij al wat minen? Ja, kan je stone pickaxe maken? Oh! Nee! Wacht. Hier stone pickaxe en... Wacht, ja, hè. Kom, maar hier even wat spelingen maken. Ik ga nog wat kobbel toe maken. Moet ik al naar beneden? Oh, the fuck is dit zelfs? Oh, het begint om nacht te worden. Holy shit. Ja. Dat is wel massief. Ik hoor al skeletons in de buurt, dus... Ja, what the fuck? Hoe moet ik dit zelfs fatsoenlijk... Ja, ik flikker er bijna naar beneden. Oké, ik ga deze gigant... Gewoon deze oak trees verwijderen. Mm-hmm. En hopelijk valt daar een golden apple uit, want ik heb die dus al nodig. Maar het is niet zo'n ramp. En het is misschien zelfs een skill test voor mij gewoon. Hè. Dus, ja, dat is waar. Ja. Zeker waar. Met een beetje geluk zijn we safe, hè? Als een beetje golden apples. Wat voor een epic fail is dat zelfs? Ja, dat is ik echt. Oh man, man. Toen je zei dat je duurt, ik heb je niet gezien. Oh man, what the fuck zelfs? Oké, ik heb al iron. Ja. Oh, fuck, Jobster. Yes! Oké, Jobster is ook al held kwijt, yeah. Mooi. Oh, fuck. Zit je ook al held kwijt? Nee, er zijn er fucking veel mob. Ik kan ook wat eten verzamelen. Ik moet aan de overkant geraken. Oh, maat. Maar deze kan... Ik kan eerlijk zijn. Hier kan je wel... Deze is legit niet goed. We hebben echt geen... Eigenlijk hebben we een mooie span, maar we zijn het compleet aan het upfucken, hè. Ja, dat is waar. We zijn het echt verschrikkelijk hard aan het upfucken. Ja. Like, de eerste aflevering en al bijna de helft van mijn held kwijt! Ja, goed bezig. Lekker. No. Hoeveel held heb je? Lekker, al okay, half hartje. Jojojojo. Oké, ik kom. Wacht. Hier, dit water hier beneden. Ja, oké, okay, wat doen we, hè? Ja? Yeah? Ja, doe maar. Dood. Atlantia fell to death. Nee. Ik ga mee moeten springen, vrees ik. Ja. Maar als ze dan geen appels hebben. Nee. Oh, kerel, ik kreeg een hart. Ja, er is een appel! Yes, oké. Okay. Oh, dat is een ravine in een fucking ravine. Maar we gaan wel even... Er is een safe shelter moeten maken of zo. Mm-hmm. Okay. Waar is die appel? Die appel is gedespawned! Meen je dat nu? Nee, ik zweer het. Ik had die appel, die was hier. Oké, maar daar kun je makkelijk naar boven. Maar hebben we eigenlijk iets van gear? Wacht, laten we even hier een hutje bouwen in de muur. Oké, heb je iets van licht? Ik kan pakken op smaak. Oké, doe dat. Kijk naar Belgium Ranger! Oh, shit. Oh. Oké, ja. Oh my god. Dat is nog niet de ergste, zo. Oké.
Oh, ik heb de crafting table. Oh, ik moet even legit wel fatsoenlijk. Ik moet fatsoenlijk concentreren. Deze gaat zo fucking. Ik ga gewoon naar beneden minen hier. Ja, ça va. Oké, wacht, dat is de verkeerde kant. Hier zit er allemaal iron. Of ja, hier zit er. Wacht, ga jij die al even pakken, joh? Ja, maar ik vertrouw deze niet, man. Yo, deze is. We hadden geen. Ik echt. Oké, dat is dat wel een slechtere start. Ik hoop niet dat Gaming Team België eentje dood te gaan, dat zou fucking stom zijn. Oké, ik even coördinaten afzetten, want dat is wel dief irritant. Oké, ik heb nu die iron gepakt. Ja, ik vertrouw, het probleem is, er kunnen direct mobs naar beneden vallen en dan is het gedaan. Dat is waar. Dus misschien wel. Oké, joh, fakkels. Ik kan gewoon alle fakkels maken dat kan. Kijk hoeveel mensen dat er helpt. Ah, zie. Wauw. Wij zo'n probleem. Oh, is er iemand? Oh! Oh shit. Allee gast, hoe kan die nou al dood zijn? Dat is echt sad. We zijn nog geen 10 minuten bezig, wel. Maar hoe is hij daar zelfs in geslaagd om nu al dood te gaan? Ja, maar 9 haartjes, hè. Dan is Jarne 0 alleen. Oh, dat is fucking erg, gast. Oké, ik hoop wel dat ik iron tegenkom, dus... Ja, die probleem is... niks meer van iron. Ik ben hier nog wat kool aan het halen. Wordt straks natuurlijk dag. Moet ik anders snel dus... naar boven gaan? Ah ja, maar het is nacht. Nee, ik zou het echt niet doen. Nee, als het dag is, ga ik weer even naar boven gaan. Ja, als het dag is wel. Oké, ik zit er aan bijna op E11. Ik had het nog gezegd tegen Simon, volgens mij gaat België Range de eerste dode zijn. Als je dit ziet, sorry, no offense. Maar ik dacht, ik heb het legit nog gezegd. Eens kijken hoe het met Jarren. Jarren en Gigi zijn goed bezig. Maar Jarren en dingen zijn nog eens met full health, denk ik. Ja. Hij was mijn vijand in België Hypixel, weet je. Maar we zijn vrienden geworden, jongens. We zijn vrienden geworden. Ze hebben volgens mij zelf vermoord, of niet? Denk het wel. Nee. Jij werd gekild door iemand random. Okay. Ik had België Ranger. We hebben niet proberen vermoorden, maar... fuck die jumpscare. Nice, ik heb hier redstone. Ik hoor een lava lake. Ik nog niet. Ik heb hier lapis. Nee. Give me those experience. Ik ga wel even mijn hout verder hakken. Het is echt erg voor die Arne. Ja. Maar ik ben wel benieuwd. Het is wel, nou, aan de andere kant is het ook wel interessant. Ik ben benieuwd hoe hij het er vanaf gaat brengen. Ja, volgens mij, want hij moet niet sharen. Niet serieus als je niet sharen. Dus... True. En hij is nog veel HP ook nog. Dus er zijn nog twee teams met okay, veel HP. Oké, Iron. Oké, okay, misschien moeten we zo eens beginnen met een... Gaming teenager heeft ook een HP, of een half hartje. Oké. Okay. Ja, dus nu ben ik terug degene geworden met minste held. Dat helpt niet mijn appel die despawn natuurlijk. Ja, nee. Zou het al dacht zijn? Ik ga het checken. Kunnen checken. En dan ga jij misschien al naar boven. Ja, hoor. Inderdaad. Maar het probleem is, we zijn nu al aan het minen. Dus ik zou eigenlijk niet te ver minen, want ik denk dat we wel andere mensen kunnen tegenkomen. Mm-hmm. En misschien ook boven de grond eens kijken hoe ver het de border is. Want een strip mine natuurlijk... Maar ik kan nog niet kijken, het is nog pikken dan. Oké, ik heb lekker veel kool. Ik ga hier mijn tijdelijke base doen. Dat is mijn vierde crafting table dat ik maak. Ik heb nog fucking veel hout, dus dat is safe. Ja, ik zou het legit in zijn plaats echt fucking kut vinden mocht ik nu al dood zijn. Ik wil als ik dood ga, wil ik op de minst gekild worden door iemand anders. Mm-hmm. Of één aflevering hebben. Ja, inderdaad. Eén aflevering. Dit is een difficult milestone. Dan zei hij niet zo van, zei hij zelf niet van, dat gaat sowieso niemand aangebeuren. Ja, iemand heeft dat inderdaad gezegd, maar ik weet niet meer wie. Nee, ik weet niet meer. Jongen, die hebben nog iron armor. Ik ben nu met mijn stone pickaxe aan het feesten. What the actual? Maar ja, als ik nu alles zou smelten, dan kunnen we ook al iron armor. Haha. Ik wil wel zo'n grappig achievement hebben, zo'n farm achievement. Dus de mensen zijn waarom de fuck doet hij dat? Ja, zo'n home maken of zo. Ja. Wat ga ik nu doen? Ik weet het al niet meer. Zo'n pilger raid. Oké. Nee, maar we moeten echt wel beter gaan op iron. Ja, ik heb nu 17 iron ore, dus... Oh, fuck. Cave. Ah, pas op. Het ziet er safe uit. Ik ga alles afzetten. Ja, wacht. Ik ben even alles aan het afzetten. Ik kom naar jou trouwens. Ik word zo langs de andere kant gereept. Vergeet uw iron niet, hè? Nee, oké. Okay. Langs de andere kant is er nog een... Wat is er hier aan die andere kant? Een heel grote cave. Ah, ja, daar is nog een cave. Oké, okay, hier die iron. Ik kan nog even... Oké, misschien hier onze base opzetten. Ja. We zitten 400 blocks van de midden, dus we zijn wel safe. Ah, ik vind het legit wel sad voor België Ranger Aliens. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Dus... Dat is wel zijn eigen schuld, denk ik wel een beetje. Waarschijnlijk, ja. Maar als je 9 held hebt, moet je niet onvoorzichtig gaan doen. Mm-hmm. Wat? Hierboven zit er nog een cave. Ah, ik dacht dat je zei, er zat iemand in die cave. Die is aan dude shift, is aan de andere kant. Misschien zo ook wel eens naar boven, hè?
Ik ging daarnet kijken hoe ver dat al was. Hoe laat het was. Daarnet was het nog donker. Ik denk wel vanaf de eerste akkoord bij me niet. Oh. Oké, dit is het einde van de eerste episode. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vast een blauw duimpje omhoog en nu de volgende keer en de volgende keer meer. Doei!